Hallo. Leuk dat je kijkt. Ik ben onderweg naar Arnhem. Waarom Arnhem? Omdat we mogen kijken bij de generale repetitie van kostuumrepetitie van introdans. Zij gaan vanaf morgen, het is vandaag 8, brengen zij een voorstelling op de planken. En ik heb het net wel gelezen, het gaat over... Weet je wat? Ik plak het filmpje er gewoon even in. Maar goed, ik ben onderweg. En we gaan eerst ook nog even wat andere dingen in Arnhem kijken naar eten. Dus kijk eens wat je The story of Moira, it's a coming-of-age story. She's a teenager and she wins a prize. And that prize is 3 wishes. De oorspronkelijke idee of het verhaal komt van Erik en Saartje. Dat is dat denk ik al meer dan een jaar geleden. Dat wij voor het eerst samen met hun hebben gegeten en gezeten. Dat ze ons verteld hebben van nou, hier zouden wij mee willen starten. Dat is eigenlijk het begin van de hele co-productie ook geweest. Het is een sprookje, het is een meisje, maakt van alles mee. Dat zijn de verhalen, maar er is altijd weer één dag daarna. En de 4 verhalen, dat is nu, dat is over 100 jaar, dat is over 1000 jaar en dat is over 10.000 jaar. Het is heel leuk, omdat er zoveel bijzondere mensen aan samenwerken. Het is ook heel veel geweest. Veel. Het is echt een reis. Ja, ja, ja. Even een update. Ik kom net aan op... Dat is een handwerk op Arnhem. Dus er is... I'm just gonna go with the flow. Kom eraan. Oké. Gaat het lekker.
nooit meer oorlog en nooit meer CO2. Als je wacht in de winkel en iedereen voorlaat, wie je klikt met je tong in je dagboek weer dicht staan. Wil ik al jou zijn, met je droom van je feest, die wil je heen en heen. Wil jouw hart en je stem, wil jouw blik, wil jou zijn. Net zo goed, net zo fout, net zo mooi, net zo tof, net zo oud, in de rood, in het blauw. Zo perfect en anders, zo volmaakt onhandig. Dus vanavond was de eerste keer, of de tweede keer, het helemaal achter elkaar deed en morgen is het première. En ik vind het zelf een hele niet voorspelbare voorstelling. Als je een kaartje hebt gekozen, ik Spinvis intro dan, ik denk wel dat je verrast wordt en ik hoop jullie ook een beetje verrast. Jazeker. Ja, dank voor jullie komst. En, even kort dan, nog even kort. Ik ben inmiddels thuis, het was echt een superleuke voorstelling. Ze heeft gewoon wat korte beeldjes gemaakt en ik kan de voorstelling zelf kijken. Volgens mij spelen ze nog tot en met juli. Ze gaan morgen in première bij de generalen. En ja, dat was het eigenlijk. Ga lekker kijken als je zin hebt of niet.